Vandaag gaan we een kamertje een frisse metamorfose geven. De kamer van Jim. Hey Jim. Jim is een pleegkind en hij verdient deze nieuwe kamer dubbel en dwars. Een bijzonder project van de Ruilfabriek is dit. En er zijn meer pleegkinderen die een dromenkamer verdienen. Kijk op dromenkamer.nl hoe jij kan meehelpen. Zo Jim, vandaag de dag van de metamorfose. Heb je er zin in? Ja. Ja. Nou, we hebben natuurlijk gekeken naar wat je allemaal had aangegeven, wat je leuk vindt en wat je graag zou willen. Waar zou je het meest op hopen? Een stoerdere kamer. Ah, kijk. We hebben ook meegenomen dat je je foto's graag wil meenemen en er is een bijzonder schilderij. En zo gaan we nog wat andere dingetjes doen, maar het is wel een verrassing, dus ik ga je niet te veel vertellen. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, ik vind het spannend. Goed zo, komt goed. Ik ben Anita Fokking, pleegmoeder van Jim. We hebben zelf 5 kinderen. Die werden allemaal volwassen. Toen zijn we aan pleegkinderen begonnen. We hebben een pleegzoon van 19. We hebben een pleegzoon van 16 jaar. En dan hebben we ook nog een pleegzoon van 13 jaar. Dat is Jim. Jim is een hele lieve jongen. Is altijd behulpzaam. Is gek op beesten hier in huis. En omdat hij zo lief is en we houden ontzettend veel van Jim, gunnen wij hem een nieuwe kamer. En Jim gaat nu naar school. Wat we gaan doen met Jim's kamer is dat we er echt een stoere jongenskamer van maken. Wat betekent dat we met mooie kleuren gaan werken, stoere kleuren. De indeling hebben we helemaal aangepast, zodat zijn bureau bijvoorbeeld bij het raam komt. Natuurlijk ligt dus altijd het fijnste om mee te werken. Hij krijgt een fijne kledingkast en ruimte voor al zijn spulletjes, maar dan wel achter deuren. Zo, de kamer is zo goed als leeg en we hebben een boel vrijwilligers van de Ruilfabriek. Dus ik zeg, kom maar binnen! Yay! De kamer is klaar. Ik ben erg benieuwd wat Jim ervan vindt. Zo, dit is echt mooi. We hebben vorig jaar heel veel kerstpakketten verkocht en daarvan zijn wij kamers aan het restylen van pleegkinderen. Zoals vandaag de kamer van Jim aan de beurt is geweest. Dit jaar doen we geen kerstpakket, maar kun je bij ons de Dromenkamer cadeaukaart bestellen. En daarmee shop je in onze webshop voor leuke artikelen. En de opbrengst daarvan gaat weer naar het project. En daarvan kunnen we nog veel meer kamers restylen. Help je mee? Wij van de politie dragen kinderen een warm hart toe. Vooral kinderen die het moeilijk hebben. Vorig jaar hebben we meegedaan met de kerstpakkettenactie en vanuit die actie zijn dit soort mooie projecten gerealiseerd waar we echt heel erg achter staan. Vanuit de Rading vinden we het heel belangrijk dat er meer aandacht komt voor pleegzorg. Afgelopen jaar woonden er 23.000 kinderen in een pleeggezin en 800 kinderen zijn nog aan het wachten op een geschikt pleeggezin, dus het zijn enorme aantallen. Als het dan helaas zo is dat een kind geplaatst moet worden in een pleeggezin, vinden we het heel belangrijk dat een kind zich zo snel mogelijk weer veilig, fijn en thuis voelt. En daarom vinden we dit zo'n mooi project. Mocht je denken, misschien is pleegzorg iets voor mij, kom je oriënteren bij de Rading. Jan Kuiper,
wethouder van de gemeente Nieuwegein. Nieuwegein ondersteunt deze actie van harte. Want hoewel we hopen dat de meeste kinderen veilig thuis kunnen opgroeien, is als dat niet kan, pleegzorg een prachtige tweede optie. En daar willen we steun aan betuigen. Deze actie leidt tot een nieuwe kamer voor Jim, maar we hopen dat er nog heel veel meer pleegkinderen een nieuwe kamer kunnen krijgen dankzij deze actie. Succes!